dag 41 van de afval challenge. Challenge voor mezelf. En ik voel me een beetje gedeprimeerd. Mijn gewicht is... I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Nou, we zijn dus begonnen aan de voedingsschema en trainingsschema die wij hebben gehad. Vandaag en, dag 1. Vandaag dag 1. Hoe voel jij je? Nou, ik heb wel de hele dag... Ik ben gewoon afgevallen. Ik voel al de hele dag dat ik denk, oh, ik heb honger. Terwijl op zich best wel lekker is wat we hebben gegeten, want we mochten een wrappie met kip en zo. Maar dan merk je dus hoeveel je eet normaal gesproken. Ja, maar ook dat je heel snel al denkt van, oh, even dit. Of dat je even snel een hapje van hem mee eet, weet je wel, als hij het niet op wil. Of... Ja, en dan, ja. Je wil automatisch pakken en denk je, oh nee, nee. Nou ja, en we gaan dus nu avondeten en dat is een aardappel met biefstuk. Ja. Maar waarin wij normaal gesproken... Nou, toch wel 3 aardappels. Nou, ik reken vanuit de horeca 3 aardappelen per persoon. Ja. We mogen 100 gram aardappelen per persoon ongekookt. Ja. Nou ja, voor jou is het dan, voor mij waarschijnlijk ietsjes meer. Dus het wordt samen deze aardappel delen. Dat is echt heel rantsoen. We komen wel de maand door, denk ik. Zo. Ja, ja. Het wordt echt heel erg herkoud. Deze aardappel gaan we delen. We mogen 200 gram broccoli. Dat is dan wel weer... Ja, dus dat is ongeveer een stronk pp. Dat is dan wel weer tof. Ja, dat vind jij tof, hè? Dat vind ik wel tof. 200, ja, ik wou zeggen, doe ik dat wel goed. Ja, maar dit gedeelte halen we dan toch af. Want dat is niet echt te eten. Alles kan hoor, in de soep kan dit wel. Maar... Nou. Perfect to moon door. En dan hebben we... Heel. 60 gram biefstuk. Oh my god, dat is echt heel weinig. Daar gebruik ik normaal gesproken om carpaccio van te maken. Ja. Ja, ze zeggen 3 dagen volhouden, hè? 60 gram. Dus dit is 322 gram. Dus wij delen 1 zo'n lapje. Dit is echt heel erg. Oh. Oh. Nou, ik ga even de aardappelen koken. Aardappel. Zielige Jess. Oh, oh, oh. Ja, deze mogen we delen. Nou, je weet wat er van komt als je alleen maar broccoli eet. Dan krijg je buikpijn. Oh. Dat is 170. Ja. Dus jij krijgt het kleinere stukje. Wauw. Dit is echt heel weinig. Althans, ik had dit niet verwacht. Jessie Silver, ga eens weg bij die oven. Doe je hand eens weg. Goed zo. Nou schatje, maak er wat lekkers van. Kan jij? Toppie! Nou jongens, dit is het. Meer gaat het hem niet worden. Een stukje vlees. Een halve aardappel. Het beeld die beslaat zelfs van het stoom van de broccoli. Daar mogen we dan wel weer veel van. Oorlogstijd. Nou. Ziet er goed uit. Eet smakelijk. Wauw, zo, inmiddels dag 2. Hoe gaat het bij jou? Nou, ik vond het eten van nu vond ik wel vullend. Vullend, hè? Maar ik had het idee dat het meer aardappels waren dan 100 gram. Ja. Maar ik heb het afgewogen. Dus dat is dus dan, nou, best wel oké. Ik denk ook omdat ik het gesneden had. En gisteren had je echt een halve aardappel op je bord liggen. Ja. En we hadden echt zo'n mini stukje biefs. Ja. Maar ik heb het nagevraagd. Want ik vroeg, hoe kan het dan dat we bijvoorbeeld nu maar 40 gram vlees mogen op een trainingsdag. Terwijl op een rustdag mogen we 60. Mm-hmm. Nou heb ik nog niet even naar de rest van het schema gekeken. Maar het gaat natuurlijk om de totaliteit eiwit van de dag. Ja. En die is wel meer op een trainingsdag. Oké. Dus het is anders verdeeld. Kunnen we snel kijken. Want... dat is een beetje lastig. Even kijken. Havermout. 20. Hier ook 20. 40, 40, 40, 40, 40, 100, 60. Maar de rest is allemaal gelijk. Oh. Ja, we mogen meer kaas op een trainingsdag. Oh ja. Nee, sterker nog, we mogen kaas op een trainingsdag. We mogen kaas op een trainingsdag. Het is allemaal nog wel een beetje een gepuzzel af en toe. Maar... Oh, het sta ik weer mooi licht te reflecteren hier. Terwijl dat René nog even kijkt op het schema. Zie je ons in een iets wat sportief outfit. Want bij een goed dieet... Kom je daarbij? Ja, we keken naar de procenten, maar ik heb het gevonden denk ik. Ik moet gewoon naar de totaal target kijken. Oké. En dan staat op een rustdag 83 bij E... En bij een trainingsdag 101. En bij de K staat er 109 bij niet en 142 bij wel trainingsdag. En bij de V staat 55 en 62 op de trainingsdag. Dus we moeten even kijken naar de... Oké. En door. Bij een goed dieet hoort natuurlijk ook een beetje beweging. En dat gaan we nu doen. Ja. Gaan we thuis doen. Een beetje opwarmen. En we gaan wat oefeningen doen. Zoals squats en opdrukken en dat soort dingen. Ja, want we zitten nog steeds in de coronatijd. Dus we zijn wel aan huis gekluisterd. Dus we gaan zoveel mogelijk thuis doen. We gaan ook nog even elastieke banden bestellen. Maar dat moeten we nog doen. En ik zag dat er een leeftijd van 1 à 2 weken op zat. Dus dat is een beetje jammer. Dus we gaan het gewoon doen zoals we het nu doen. Ja, ik denk dat heel Europa thuis aan het elastieken is. We gaan lekker opwarmen. Here we go! Hoor. En ik denk echt, holy fuck, duk. Hij gaat dood hier. Maar... Ik zeg, je hebt toch wel de beginner genomen? Nee. Maar je hebt meerdere tabbladen. En het enige verschil is dat er één oefeningetje meer is. En dat de aantal herhalingen wat meer zijn. Nee, want het... Maar ze zijn ook anders, hè. Ze zijn wel anders. Ja, maar wel andere oefeningen. Maar elke oefening moet je gewoon ook als beginner kunnen. Dus dat is niet het... Nou, wat we hier net zo aan het doen zijn, dat vind ik niet echt beginner hoor. En aan die tafel dan. Dit zijn gewoon de standaard oefeningen hoor. Er is echt niks gevorderd. Nou, ik ga hem even afmaken. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar... Belabberd. Dit is echt in één woord helemaal verschrikkelijk de tyfus naar de getver. Gewoon. Dat was niet in één woord. Ik ben er gewoon echt niet lekker van. Zouden ze één woord voor moeten vinden, dat alles bij elkaar. Ja. Wat een confrontatie zeg. Wat voel je dan? Nou eerlijk, ik kan wel janken gewoon. Van de pijn of frustratie? Nee, voornamelijk frustratie, maar ik ben ook gewoon een beetje licht in mijn hoofd en een beetje rommelig in mijn buik. Maar niet op mijn kots hoor. Ik ben er gewoon echt niet lekker van. Letterlijk en figuurlijk gewoon echt niet lekker van het feit dat ik mezelf zo gigantisch ben tegengekomen. Maar ja, dat was de vorige keer eigenlijk ook al een beetje. Dus het is gewoon... In mijn mind zit ik gewoon nog steeds dezelfde conditie als wat ik 4-5 jaar geleden had, zeg maar. Ja, dat is goed inderdaad. En dat is gewoon helemaal weg. Maar ja, het is niet anders. Ik zal toch ergens opnieuw moeten beginnen. Of niet zeiken dat ik geen conditie meer heb. En moet gewoon bouwen. Want wat ik 4 jaar geleden had, had ik ook niet van de een op de andere dag. Nee. Dus dat is dan weer wel zo. Maar het is gewoon... Tja. Maar goed. Ja. Pak er nog een lekker bakje thee erbij. En dan I call it a day. Ja. En dan... Ik was al moe voordat ik begon. Dan ben ik nog moeier. Maar we gaan morgen gewoon die beginner training pakken. Ja, dat is best schat. Dat maakt toch geen verschil. Alleen wat minder herhalingen. Maakt werkverschil. Dan zeg je weer hetzelfde. Nee, ja. Qua trainingen maakt het anders. Ik bedoel, het zijn toch andere nee, ja, precies. Nee, maar, oefeningen? Ja, andere oefeningen gaan we zo. Ja, maar dat sowieso. We moeten toch andere oefeningen doen. En dan doen we gewoon A en dan... de volgende dag B. Ja. Gewoon eerst daarmee beginnen. Kijk hoe dat bevalt. En dan over 2 weken hebben we gewoon Beachbody. I wish. Komt goed. We gaan lekker slapen. Ciao. Goedemorgen. Even een update. We zijn inmiddels 13 dagen verder van de start dat we zijn begonnen met het afvallen. Op dit moment ben ik na 13 dagen dus 1,2 kilo kwijt. Nou, ik heb even zitten uitrekenen, want hij dacht dat ik ongeveer na 3,5 maand mijn doel zou moeten kunnen halen. Dus dan zou ik bijna 9 kilo kwijt zijn. Dus dat zou dan inderdaad wel kloppen. Ik ga nu skaten. Het is zondag. Dus ik heb bedacht om weer een beetje beweging erin te krijgen. Me weer een beetje aan te sporen tot bewegen. Want het zijn toch hele gekke dagen. Waar ik ook veel thuis heb moeten zitten met Jessie. En ik merk gewoon dat ik ontzettend moe ben de laatste tijd. En ik slaap ook gewoon heel slecht. Dus dat kan natuurlijk net zo goed mee te maken hebben. Maar ja, waarschijnlijk ook dat ik gewoon wat meer moet gaan bewegen. Dus ik heb nu bedacht, het zonnetje schijnt, ik ga lekker skaten met Jessie in de kinderwagen. Ik neem de camera niet mee, want deze is een beetje te groot en de andere die we hebben, die is kapot gevallen. Dus daar komt zo snel mogelijk een nieuwe voor. Maar ik heb alvast een sportoutfitje aangedaan. En gaan we lekker sporten. Volgens mij is Sergio op dit moment al iets van 2 kilo kwijt. Altijd zo jammer dat mijn man altijd zo snel gaat. Hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zijn inmiddels een maand verder van mijn afvalrace, onze afvalrace. En het was een beetje met ups en downs. Het ging het best wel goed. Maar de 3e week of zo was ik ineens gewoon weer aangekomen. Terwijl ik me wel aan het schema hield. En soms zelfs minder af. Want we hebben bijvoorbeeld de eiwitten en zo nog niet. Ja, ik heb het idee dat die weegschaal niet altijd even goed weergeven wat we echt wegen. Maar dat weet ik niet. Want het wisselt gewoon te veel. Ja, dus echt heel erg. Ik was super zagrijnig eigenlijk. derde week, want ik zat gewoon ineens weer op hoe ik begon. Terwijl ik eerst 1,2 kilo was afgevallen. Dus, nou ja, goed. Maar toch volgehouden en nu zijn we dus een maand verder. En we gaan even kijken hoe het er nu voor staat. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel het idee heb dat ik wel iets ben afgevallen. Als ik zo in de spiegel kijk, denk ik, nou, volgens mij is er toch wel iets af. Denk ik ook, ja. Het is het moment van de waarheid. Here we go. Ik weet niet, hij stopte ineens. Oh. Tot de vaak in genomen, hè? Weet ik niet. Tot waar ik naar achter liep. Ja, nu ik. Nou ja, en je hebt nog je jurk aan, dus het is eigenlijk nog iets minder. Je jurk, je lapje stof. Nou. Ja. Het scheelt toch... Ja, misschien 0,00. 200... Nee, dat is 200-300 gram hoor. Nee. Nee, oké, nog niet. ,2. Ook ja, dat is ook minder. Geen kilo's, maar wel minder dan toen je begon? Nou ja, ik begon volgens mij op 66, nog wat. Oké. Okay. Alleen ik ook gedurende de maand zeg maar ben naar 67 gegaan, naar 64, weer terug naar 65 en nu 74. Nu 74,2 in de ochtend. Nou, dat is op zich. Dat is ook goed. Ja, dus nou, we gaan vrolijk verder. Onze elastieken zijn helaas nog steeds niet binnen. Zo, die ringen nu lang, hè? Dat is echt lang. En ik moet zeggen dat ik de motivatie en de tijd om te gaan sporten vind ik nog steeds lastig. Ja. Maar we doen ons best. En we doen zeker wel wat, dus dat is altijd beter dan niks. En het is nog steeds 80% is eten, dus dat is het allerbelangrijkste. We gaan gewoon vrolijk door. Een hele goede morgen. Het is vandaag bevrijdingsdag en het is heel mooi weer. En ja, vanwege het sporten gaan wij lekker skaten. Dit heb ik nu al een paar keer gedaan, zo met Jessie Silver in de kinderwagen. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Behalve dan dat soms door de grindsteentjes en zo zijn wieltjes af en toe gaan klappen. Want het is natuurlijk niet echt een sportkinderwagen. Maar het werkt en ik vind het echt super handig. Want ten eerste kan ik er gewoon een hele hoop in kwijt ook nog. Ik heb bijvoorbeeld schoenen meegenomen. Dat mocht ik echt niet meer kunnen. Of ik krijg ineens een enorme blaar. Dat ik dan schoenen bij me heb. Petje, een broodje voor hem. En ik heb zelf ook nog een beetje iets om aan vast te houden. En we zijn er gewoon nog lekker uit. Dus ik vind het ideaal. En ik vind eigenlijk skaten prettiger voor mij dan rennen. Want met rennen heb je toch telkens die bounce. En dat vind ik gewoon niet lekker op mijn knieën en op mijn rug. En met skaten kan je een beetje glijden. Dus ik ben helemaal happy. Oh ja, en even een update. Ik heb dus met de personal trainer gesproken. En we gaan het even wat anders aanpakken, zeker in deze coronatijd. En ik heb natuurlijk ook een kleintje en Sergio heeft wisseldiensten en zo. Dat het vaak voor mij is, of ik doe een krachttraining of ik doe cardio. Maar beide is gewoon een beetje lastig. En ook is zijn lijst natuurlijk vooral opgemaakt uit dat je naar de sportschool gaat. En ja, de thuistraining die hij heeft opgeschreven is niet altijd voor iedereen geschikt. Want wij hadden bijvoorbeeld helemaal niks in huis. Nu zijn eindelijk de elastieken binnen. Maar bijvoorbeeld optrekken aan een tafel, ja, dat is gewoon niet prettig voor mij. Opdrukken überhaupt vind ik niet prettig aan mijn polsen. Terwijl als je in een sportschool bent, dan heb je natuurlijk apparaten waar je eigenlijk hetzelfde effect hebt. Maar je doet het net op een andere manier. Ben je een beetje moe? Ga je zo slapen? Dus we hebben nu afgesproken dat ik gewoon een half uur tot 3 kwartier gewoon aan het sporten ben. En dan maakt het niet zoveel uit wat ik dan doe. Of cardio, of krachttraining. Of dat ik een YouTube filmpje erbij pak. Of dat ik zijn training pak. Dus dat is wat we voor nu hebben afgesproken. En een verlaging toch in de calorieën op basis van wat we nu hebben afgesproken. Want ik was wel 2,7 kilo kwijt. Super, maar had gedacht dat ik tussen de 2,5 en 3,5 kilo kwijt zou zijn. Dus ik zit goed, maar wel een beetje aan de ondergrens dan we hadden gehoopt. Dus ja, we gaan nu gewoon voor 3 kilo natuurlijk, zeker. Nou, ik ben ondertussen zo'n 25 minuten bezig. Ik ben helemaal richting Woerden gereden. Dan ga ik bij het Zuidenpark. Ik denk dat daar nog even een uurtje gaat. Ik kan mezelf nu niet zien, maar volgens mij ben ik zo rood als een tomaat. Maar goed, dan gebeurt er in ieder geval wat, hè? Zo, we zijn weer op de terugweg. Kleine vent is in slaap gevallen. In de zee, maar niet per se. Lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn weer lekker aan het sporten. Ja, we hebben gisteren op het nieuws gehoord. Dat het nu is geworden, blijf thuis als je klachten hebt. Dus het zal nu ook wel weer wat drukker worden. Zoveel mogelijk anderhalve meter aanhouden. Ja, want het is wel reëel dat het niet overal kan. Nee. Hier doen we het wel. Ik ben benieuwd of er nog een paar mooie bloemetjes in bloei staan hier. Ja, ik vind het wel lekker zo. Het is goed te doen, hè? Ja, het is goed te doen. Jouw telefoon zegt iets. Ja, die zegt hoe lang we bezig zijn en hoeveel kilometer per uur. En... ja, we hebben net al even stilgestaan bij de ezels. Ja, zie je zo in één keer 2 ezeltjes voorbij komen. Jessie natuurlijk heel erg leuk. Oké. En door. Hallo, even een update van mij. Nou, we zijn nu een paar weken bezig. Ik zit in maand 2 van het afvalproces. En ja, het gaat redelijk. Het kan beter. Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik afgelopen weekend een beetje slecht heb gedaan. Ik heb natuurlijk 1 cheatdag in de week. Maar vanwege moederdag... is dat een beetje verdeeld geraakt over 2 dagen. Althans, de tweede dag heb ik gewoon nog een stuk tiramisu opgegeten. Wat we anders weg konden gooien. Dus ja, dat voel je wel. Dan zit er gelijk weer een halve kilo aan. Dus dat is een beetje jammer en mijn eigen schuld. Dus we gaan er nu weer tegenaan. Wat betreft het Ultimate Body Plan... ja, ik weet het niet. Ik ben aan de ene kant denk ik van nou oké, we vallen af, er gebeurt wat. Aan de andere kant denk ik ja, je weet je gaat toch naar de Ultimate Body Plan. Je gaat naar een personal assistant. En nu zeker is dat natuurlijk op afstand. Normaal gesproken zou het vetpercentage worden gemeten en zo. En nou ja, dat kan nu natuurlijk niet. Dat snap ik, coronatijd. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heel jammer vind en ook een beetje irritant gewoon... is dat je krijgt iets of er wordt wat aan je gevraagd. Daar geef ik dan antwoord op en vervolgens stel ik een wedervraag. En daar krijg ik dan gewoon geen antwoord op. En... nou ja, dat is dan met de appjes al 2 keer gebeurd. In het gesprek, zeg maar, voor de evaluatie heb ik dat ook aangegeven. Want ja, toen werd er gezegd van ja, maar waarom heb je dan bijvoorbeeld die eiwitten niet genomen? Of, want ja, dat helpt dan niet mee. En toen heb ik aangegeven, ja, sorry, maar ik heb je dat ook aangegeven. Ik heb je dan vragen over gesteld, maar ik heb geen antwoord op gehad. Als ik dat had gehaald, dan hadden we er eerder op kunnen inspelen. Weet je wel, dus zulke dingen een beetje en... nou, nu heb ik dus het tweede schema gehad via de e-mail. Top, ontvangen, 2 vragen gesteld, nog steeds geen antwoord op. Dus ja, dat voelt dan een beetje onpersoonlijk. Dat ik denk van ja, zijn we dan gewoon inderdaad... we zijn wat dat betreft gewoon een nummertje. En dat vind ik jammer. Want daardoor kan je natuurlijk wel of misverstanden voorkomen. En je kan ook niet echt verder. En ik ben ook niet iemand die gaat lopen zagen van hallo, ik heb je een vraag gesteld. Want ik verwacht eigenlijk gewoon dat als jij eenzelfde vraag stelt, dat je bent in communicatie met elkaar. En ja, blijkbaar wordt het antwoord wordt gewoon niet volledig gelezen en is het er halverwege van doen weg. Ja, dus dat vind ik jammer. Al met al gaan we gewoon kijken hoe het proces doorgaat. Ik blijf er goed mee bezig. Het is wel moeilijk op momenten. Ik snak echt naar zo'n lekkere cappuccino van Dolce Gusto. En dat drink ik nu in principe dan alleen op zo'n cheatdag. We hebben afgelopen keer besproken dat ik me dus niet per se aan het trainingsschema hoef te houden op dit moment. Ook vanwege de coronatijd. Omdat alles natuurlijk een stuk makkelijker is met de sportschool. Maar dat ik gewoon een half uur tot drie kwartier sport. Daar heb ik overigens ook een vraag over gesteld. Want er stond 2 trainingsdagen, 2 niet trainingsdagen. En toen schreef ik, maar wat doen we dan met de andere 3 dagen? Nou, dacht ik een dag later, oh, dat is echt super stom. Hij bedoelt waarschijnlijk dat dit het tweede schema is. Want ik heb even teruggekeken en bij de ander stond 1. Dus dat antwoord heb ik mezelf al gegeven. Maar om maar te zeggen, daar heb ik dus ook geen antwoord op gehad. Anyway, half uur tot drie kwartier trainen. En met een kleintje is dat ook gewoon een stuk lastiger. En ik ben nu af en toe gaan skaten in de ochtend. Maar het is niet altijd echt heel goed weer daarvoor. En niet altijd de mogelijkheid. Want ja, Jessie die heeft af en toe verhoging en koorts. Nou, dan mogen we natuurlijk sowieso niet naar buiten. Dus wat ik ook een keer heb gedaan is meegedaan met Goedemorgen Nederland. En daarna, Goedemorgen Nederland is een kwartiertje. En toen ben ik daarna een Zumba mee gaan doen op YouTube. En dat is me eigenlijk wel bevallen. Want ik heb eigenlijk in mijn jeugd veel gedanst. Streetdance, hiphop, maar ook veel stijldansen heb ik gedaan. En ja, dat vind ik nog steeds heel leuk. En het is toch goed om geen houten klaas te worden. En dat je dat ritme nog een beetje in je lijf blijft krijgen. Dus dat ga ik weer doen. Want het is me wel bevallen. En je bent gewoon iets leuks aan het doen. Maar toch zweet je je helemaal kapot. Let it go. We're gonna take it up. Right foot, push it up. Take it back right here and shuffle. We're just warming up the body. Push it up. Woo! And back. We're gonna do back hips 3 times. 1, 2, 3. Pop it out. Other side. 1, 2, 3. Woo! Good ladies. Okay. That's right. Come on. Woo! Work it. That's right. Woo! Let it go. Like you're in carnival. Right. Left. Take it out. That's right. Hold it here. Hold. En zo ziet het eruit. Na een half uurtje Zumba. Ik zweet me helemaal het apenlaatst was. Woe! Nou ja. Feel it. Get ready to work it. Alright, guys. De titel van deze workout was dat je 300 calorieën zou moeten hebben verbrand. Laten we het hopen. Kan het gebruiken. En de zweetruppels die vallen er in ieder geval vanaf. Ik heb trouwens nog niet mijn schoenen laten zien. Maar dit zijn gewoon mijn streetdance schoenen van zoveel jaar geleden. Die heb ik nooit weggegooid. En ik heb ook nog... mijn stijldanshakken liggen. Alleen die moeten aan de onderkant echt gescratcht worden. Want die zijn zo glad als ik weet niet wat. Dan moet altijd met zo'n mentale borst doen. Die heb ik niet meer. Maar goed, voorlopig gaan we niet meer stijldansen. Dus helaas. Maar ik bewaar ze wel. Goedemorgen. Het is vandaag dag 41 van de afvalchallenge. Het challenge voor mezelf. En ik voel me een beetje gedeprimeerd. Ik word er zo gek van dat het zo wisselt en dat het zo langzaam gaat. En ja, het zal ook wel met de bevalling te maken hebben natuurlijk. Je lichaam is gewoon helemaal anders ineens. Maar ik heb bijvoorbeeld gisteren op de weegschaal gestaan. En toen stond u op 67,5. Dus dat betekent dat ik tot nu toe 3,1 kilo kwijt ben. Nee, 3,2. Nee. In ieder geval iets meer dan 3 kilo. En dat is natuurlijk al heel fijn. En ja, daar moet ik wel blij mee zijn. Maar we zitten op dag 40, hè. En dan sta ik er vandaag op. Omdat ik dat eigenlijk meestal op zondag zou willen doen. En dan ben ik ineens 67,9. Nou, schiet me maar neer hoor. En dan ben ik dus net zo zwaar als dat ik 2 weken geleden was. En dat ging dus al heel langzaam in die 2 weken. Want toen ik het gemeten had, nou ja, was ik ook ongesteld. Vorige week. En nou, moederdag gehad. Dus dat is ook, dat heb ik al verteld. Dan hadden we 2 dagen tiramisu op. Nou, allemaal niet goed, snap ik. Maar dan is het er dus af. 67,5. En dan een dag later 67,9. Nou, schiet maar neer hoor. Daar word ik helemaal gek van. En gedeprimeerd. En ik voel het ook 's ochtends. Hè, dat ik denk, het voelt minder strak. En ik denk, nou volgens mij... Ik ben nu elke dag heb ik Zumba gedaan of dans. En dus weet ik me echt helemaal de tandjes. Ik denk, nou, ik ben goed bezig. Het is gewoon heel irritant. En dus ook al sinds lange tijd zeg maar dat ik gewoon echt goed de knop gevonden heb. Dat ik me daar echt eigenlijk zo goed als aan hou. Dus. Ligt hij in bed? Ja. Maar we gaan toch skaten? Ja, moet ik hem niet in bed leggen dan als hij naar bed wil. Nou, in ieder geval heb ik net maar weer 100... buikspieroefeningen gedaan. Een beetje gestretched. En de bedoeling was om te gaan skaten vandaag. En Sergio rennen. Maar Jessie was moe. En die dook zijn bed in. Dus nu is nog maar kijken wat we gaan doen dan vandaag. Jij nog wat kwijt over je gewicht? Nou, dat valt weinig over te vertellen, denk ik. Ik ben weinig afgevallen. Dus, hoeveel ben je nou in totaal afgevallen? Volgens mij een kilootje. Nee, ja, nee, ik zat op 66 nog wat, toch? Ik weet niet, ik heb niet bijgehouden. Ja, dat weet ik ook niet meer. Maar volgens mij was het 66 nog wat en nu 76 en nu 74. Dus ja, er is wel wat vanaf. Maar... Dus dat zou ook inhouden iets van 2 kilo. Maar wel in 40 dagen. Ja, maar ik heb natuurlijk wel iets meer krentenbollen op en zo. Op mijn werk soms dan... Ja, ik en chocola s'nachts. Ik heb net zoveel chocola op als jij hoor. Echt niet? Echt wel. Echt niet? Hoezo? Omdat ik ook maar gewoon een blokje heb geproefd. Ja, oké. Nou ja, in ieder geval, ik had dus wat chocola gepakt die in de tiramisu ging. En Sergio die heeft s'nachts nog chocola gepakt, dus ik weet niet hoe dat werkt. Nee, maar je hebt er ook toen ze binnenkwamen, heb je ook die witte geproefd? Nee, ik heb geproefd. Die was al open. Die heb ik geproefd op de dag dat we tiramisu gingen maken. Ja, oké. Ja, dan heb je het toch geproefd? Ja, maar toch niet eerder of s'nachts of deze week nog. Dat was al toen met die tiramisu. Ja, maar ik heb toen niet geproefd. En ik heb 1 keer s'nachts een blokje op. Oké. Nou, anyway, chocola is natuurlijk sowieso niet goed. Maar goed, sinds de tiramisu dus eigenlijk vrij goed gedaan gewoon. Waar ik wel moeite mee heb is dat ik eigenlijk trek heb in een kopje koffie. En ik drink alleen cappuccino. Ja, en dan weet je toch niet zo heel erg goed hoe je dat kan compenseren en hoe erg dat is. Dus ik heb dat wel geprobeerd uit te rekenen. En heb ik eigenlijk gisteren dan dat kopje koffie genomen in plaats van de kwark. Omdat ik dacht, nou daar zit dan de melk in. Dat heb ik dan omgerekend naar hoeveel calorieën en zo. Dus ja, dan is het toch maar hopen dat je het goed doet en goed omrekent. In ieder geval, als ik het doe, dan heb ik gewoon maar 1 kopje koffie per dag. Maar het gaat allemaal veel te langzaam naar mijn zin. En vooral dat het zo schommelt. Kijk, als het nou gewoon telkens een beetje eraf gaat, denk je nou oké, we zijn goed bezig. Maar als je de ene keer 67,5 bent en de volgende dag zit er gewoon bijna een halve kilo weer aan, dan word je echt bloedzagrijnig van. En wat ik ook gewoon niet snap is dat we, vergeleken met voordat we dit deden, dus echt heel weinig eten eigenlijk. We hebben heel strikt. Ja, ik weet niet of... een uitschieter, maar 3 reps en het avondeten is afgewogen en dat kwarkje en nog, ja. Nou, ik weet niet of we minder eten. Nou, ik wel. Maar jij schepte wel altijd voor 3 gezinnen avondeten op, ja. Ja. Dus dat was sowieso wel veel. Maar over de dag gezien, ja, een stuk minder is. We eten veel gezonder, denk ik. En echt afgewogen. Nou, we eten niet gezonder, we eten minder ongezond. Want ik kookte natuurlijk altijd al vers en zo. Alleen, we hebben minder, veel minder, koek, chips en zo. Nou hadden we dat sowieso al niet superveel, maar hè, dat kochten we dan nog wel eens. En ja, dat hebben we dus niet meer. En dan denk ik, dat verschil zie ik heel weinig terug. En we hadden natuurlijk veel meer brood, we hadden broodjes. Ja, en wat je ook sneller doet als je niet echt aan het opletten bent. Nou ja, jij hebt heel veel krentenbollen op je werk. En jij kreeg wel eens kroketjes en weet ik het allemaal op je werk. Nou, als je dan even niks bij je hebt of zo, dan loop je toch sneller maar even naar de bakker voor een kaasvlinder of whatever. Ja, een croissantje of zo. Dan dat je naar de supermarkt gaat om een gezonde salade te halen. Ja. Dus dat is wel ook allemaal veranderd. Ik sport elke dag. Ik zweep mee met de touwtyfus. Ja, en je dronk echt wel 3 van die cappuccino's per dag. Ja, dat dus maakt het ook wel veel. Daarom vind ik het ook wel lastig te behappen. Ik denk van ja, we laten er best wel veel voor en nog gaat het niet echt heel rap of zo. Nee. Nee, en jij sport dan nog wel iets meer dan ik. Maar wij zitten het gewoon vooral hier. Nou ja, en leeftijd. Ik bedoel, ik ben nou 35. Als ik 5, 6 jaar geleden zou doen wat ik nu doe, dan was ik het gewoon binnen 1,5 maand was ik gewoon hartstikke droog. Ja. Maar ja, dat heb ik net zo, want doordat ik een kind heb gekregen is mijn lichaam ook helemaal veranderd. Dan gaat het allemaal niet meer zo snel. Ja. Dus we hebben even een, of althans ik in ieder geval, even een duimmomentje. Zo. Gaat best aardig, hè? Ja, we gaan niet zo hard, maar we zijn wel een heel eind. Nou, ik zat te denken, 6 km per uur lopen we gemiddeld. Dan zou ik die brandweertest wel halen. In ieder geval het loopgedeelte. Ja, nou, we zijn bijna bij Strandpaviljoen Flamengo. 3,5 kilometer, 25 minuutjes ongeveer. Dit pad wat je hier ziet was niet heel goed voor de skiers. Nee. En dat ik nou precies nu niet mijn schoenen meegenomen. Ja, dat is wel jammer. Maar ja. Nou ja, het is wel een beetje up en down, zeg maar. Dus dat gaat wel lekker. En toen kwamen we deze tegen. De grazers. De grazers, de groene grazers. Leuk, hè? En dat weertje, heerlijk man. Nou, dat is wel echt Iets wat we nodig hadden, hè? Nou. Lekker goed windje, zeg maar. Dus niet vervelend, ja, niet te koud. De zon schijnt echt knijterhard op onze kop. Jessie is ook lekker stil vandaag. Hè? Dan kunnen we daar weer verder naar liggen. Ja, maar je doet daarbij, dat scheelt echt alles. Hè? Tuta. Ben je niet zo warm? Nee. Dus kunnen we je truitje nog aandoen. Mama gaat proberen voor... Ja, lekker op, papie. Doet ze goed. Ja, dat wou ik dus zeggen. Dit wil je toch zien? En dan ligt daar... Kijk daar en daarachter ligt Scheveningen. Nou, we zijn thuis. We hebben onwijs honger. Maar het schijnt dat het goed is om een half uur te wachten met eten. Omdat je nu dan extra verbrandt. Dus je verbrandt nu, zeg maar, wat je een soort van aan reserves hebt. Dus, zo. Dus dat gaan we maar even doen dan, hè? Ja. Voel je je verder? Gezondheid. Zo. We hebben wel door veel bossen gereden dan. En bossen en veel omhoog en omlaag inderdaad. Kijk dan. Zachtjes. Mojo is lief, hè? Ja, Mojo hoor, soms hondje. Ja. Nou ja, wat ik al zei, het is wel jammer dat het skaten minder effectief is dan het rennen. Oh jee. In ieder geval in calorieën. Ja, jij verbrandt iets minder, hè? Ja. Iets minder, gewoon de helft. Ja. Jij verbrandt 600 in een uur en ik 300 in een uur. Dat is nogal een verschil. Ja. Maar ja. Ook wel het verschil tussen man en vrouw natuurlijk, hè? Het rennen is gewoon niet zo mijn ding. Nee. Dat is die klap op je rug en je sluit zo. Ja. Nou ja, we hebben ze er weer op zitten vandaag. Ik heb wel 100 buikspieren gedaan vandaag. Ja, dat is nog niet te zien. Wel, poepie. Zeker wel te zien. En een high five. Een lekker krentenbolletje eten. Nee. Ah. Hallo, vandaag is mijn smartwatch binnengekomen. Ik zag deze voorbij komen, niet al te duur en ik dacht, weet je wat, ik koop hem gewoon, hij zag er leuk uit. Het was even twijfelen dat ik dacht, oh, ik heb toch niet weer zo'n oplichterij aankoop gedaan. Maar hij is binnengekomen, dus ik ben heel benieuwd. Wat ik ervan hoop is dat hij... in ieder geval bijhoudt hoeveel calorieën ik op een dag verbruik. Dus gewoon door de dag heen. Maar ook als ik aan het trainen ben. Ik ga hem eens even openen. It's a pink one. het ziet er in ieder geval al schattig uit. Er staat in ieder geval op calorieën, kilometers, hoeveel stappen. Ik ben benieuwd. Nou, wat schijnen we nodig te hebben? Equipment requirements. Nou, de Apple heb ik. Bluetooth heb ik ook. Oh, kijk, de time interface. Dus kan ik zelf kijken welk scherm ik mooi vind. Dan hebben we... Oh, we beginnen bovenaan. Sportinformatie. Dus hoeveel stappen, calorieën en kilometers. Oh, dan hartritme. Blood pressure. De slaaptest. Oh, daar ben ik ook benieuwd naar. Want ik slaap nogal slecht. Ik ben benieuwd of dat daar ook in terugkomt. En een workout. Nou, ik heb mijn horloge om. Ik heb een beetje kunnen ondervinden hoe die werkt. Ik ga even kijken of ik jullie kan laten zien. Zo zie je de tijd. Als ik hieronder druk, dan laat dit scherm zien hier hoeveel stappen ik heb gedaan. En hier waarschijnlijk hoeveel ik heb geslapen. Druk je eronder, gaat hij naar het volgende scherm. Hoeveel calorieën ik heb verbrand, hoeveel kilometer ik heb gelopen en hoeveel stappen ik heb gedaan. Als we even wachten, dan gaat hij ook mijn hartslag opmeten. En je ziet dat de laatste keer het 77 beats per minute was. Hieronder. Dit heeft eventjes wat tijd nodig. Nou, we zitten dus nu op 73. Soms kan dat een beetje oplopen. Hiermee gaat hij mijn bloeddruk opmeten. 115 op 0,77. Geen idee of dat normaal is. Ik weet ook niet hoe accuraat dit allemaal is hoor. Even kijken, dan kunnen we door. Oh, hij heeft nu... Ik heb bijna 5 uur in een diepe slaap gezeten, zie ik. Oh. En 2,5 uur in een lichte slaap. Hier kan ik op drukken als ik ga sporten. Maar hij, volgens mij denkt hij dan vooral dat ik aan het rennen ben. En dit weet ik nog niet. En het grappige is ook dat als ik een appje binnenkrijg of iets, dan gaat mijn horloge trillen. En dan zie je ook de tekst staan van wat er geschreven is. In ieder geval een deel daarvan. Een emoticon, dat laat hij niet zien. Of een foto, dan staat er gewoon een foto. Maar de tekst wel. Dus dat is wel grappig, want dan kan ik toch even snel kijken of er iets belangrijk is. Tot nu toe ben ik er blij mee. En ik vind hem er gewoon leuk uitzien. We gaan even kijken of dat... Wat gaat bijdragen aan mijn sporten. Ik heb weer op de weegschaal gestaan. En dat was weer een teleurstellend resultaat. Want, maar ja, ik weet dus ook niet hoe accuraat onze weegschaal is. Ik word er helemaal gek van. Want sta ik in de badkamer, dan weeg ik 67,7. Ga ik in de gang staan, 67,3. Nou, dat scheelt toch. He, dus bij de ene zou ik aangekomen zijn en bij de ander iets afgevallen. Zou ik weer 0,2 zijn afgevallen. Ja, ik vind het gewoon veel te langzaam gaan. Ik ben nu maar gemakshalve even van die... Dat ik toch iets ben afgevallen vanuit gegaan. Want ik heb eigenlijk 5 dagen in de week gesport. Tussen een half uur en een 3 kwartier. En toch een paar keer ook langer dan dat. En zelfs een keer 1,5 uur. Dansen, cardio, vooral voor buikspieren en ja, ook als ik dan kijk dan denk ik, waarom? Het lijkt mij niet echt minder te worden. Dus ik snap het gewoon niet. Ik ben er helemaal gek van. Woensdag ga ik naar Ruben toe. Van de Ultimate Body Plan. En ja, dan ga ik hem voor het eerst... fysiek ontmoeten en dan gaat hij als het goed is ook mijn vetmeting doen en wegen, etc. Dus ja, maar even kijken wat daar dan uitkomt. Goedemorgen, het is vandaag 3 juni en ik heb weer een update over mijn gewicht. Want ik ga vandaag voor het eerst echt de vet op laten meten. Want dat mag weer. En helaas, toen we begonnen hebben we dat dus niet kunnen doen. Dus het is een beetje op afstand ingeschat. Maar nu kan het wel, dus daar gaan we zo heen. Nou ja, ik heb jullie al aangegeven dat ik een beetje baal van hoe mijn gewicht loopt. Want ja, het lijkt gewoon langzamer te gaan dan we zouden willen. En het is een beetje op en af en nou, ik snap er geen reet van. En ik heb geloof ik al aangegeven dat ik met 55 dagen 3,3 kilo kwijt was. En ja, ik zou toch wel meer tegen de 4 kilo aan moeten zitten. En nu is het 3 dagen verder. Kijk, 6, 7, ja. Het is nu 3 dagen verder. En ineens ben ik 3,8 kilo kwijt. Gunstig natuurlijk, maar dat je echt denkt van hè? En ik moet deze week ook nog gewoon gesteld worden. Dus ja, meestal ben je dan ook nog wat zwaarder. En het gekke is ook nog dat ik, nou ja, ik weet niet of het gek is. Maar ik had me dus ochtends gemeten. Toen woog ik 66,8. En toen ben ik gaan sporten een half uur. Gaan dansen, lekker zweten. Ik had nog niet gegeten. Toen dacht ik, nou, ik ga voor de grap nog eens op de weegschaal staan. En toen was ik ineens 66,1. Dus dat betekent dat ik, als dat klopt, dat ik in totaal nu dan 4,5 kilo kwijt zou zijn. Dus dat is dan toch alweer netjes. Dus ja, ik snap er geen reet van. Ik weet dus ook niet of, hoe betrouwbaar dan zeg maar onze weegschaal is. Maar ik heb ja, nu toch net ook weer 2 punten gemeten. Eentje in de badkamer, 1 in de gang. En die zeiden allebei hetzelfde. Dus ja. Ik ben benieuwd wat Ruben te zeggen heeft en wat daaruit gaat komen. Want het kan natuurlijk ook zijn dat ik eigenlijk wat meer spier ben aangekomen. Waardoor ik ook weer wat zwaarder ben. Dus ik ben benieuwd. En ik neem jullie mee. De bicep, ja. 8 maal schermwat kan er zo bij. Ja, wel, zo wel. Ja. En bij de zijkant van je buik. Laat ik eerst even gaan starten bij je armen. Ja. Ja. Maar dat op 9 mm. Kipfilet. Dat is altijd zo groot hè, aan de achterkant. Dat je echt denkt van, heb ik nou een spier vast of is het gewoon vet? Nee, dat is eigenlijk bij bijna alle vrouwen ja, dat daar meer zitten. Over het algemeen is dat wel schijn normaal eigenlijk. Als je bij je achterkant schouder wilt zijn, kan je een klein beetje naar beneden duwen. Wat dan? Nee, dat lukt wel zo. Ja, dan je armbalfjes gewoon. Nee, ik denk dat het beter is inderdaad, je kan er wel gewoon zo bij. Niet. Ja. Yes, dankjewel. Even nog bij je buik zijn. De zijkant van je buik. Yes. Oké, dankjewel. Dat was hem. 30 nu. Maar dat zijn de millimeters. En we gaan even kijken waar het exact voor staat. Even kijken. 51 mm. Dan zou je vetpercentage tussen de 26 en de 27 ergens liggen. Dus ja, nou, goed, wat ik al zei, je hebt altijd een afwijking van een paar procent. Dus ik denk dat het veilig was om te zeggen dat je ongeveer 26,5 dat daar ergens is. Ja. Dus zoiets zal het zijn. Dat ga ik ook eventjes dan noteren. 26,5% gemiddeld, hè, een average. Daar houden we het eventjes op. Nou, wat nou natuurlijk jammer is, is dat wij natuurlijk aan het begin niet die meting fysiek hebben kunnen uitvoeren. Dus ik kan nee, niet zeggen van, hé, hey, ja, je hebt dus zoveel procent er echt af. Want dat, ja, dat kan natuurlijk niet zeggen. Dat blijft speculatie. Wat ik wel weet is wat je website dus nu ongeveer is. Nou, wat wij volgens mij besproken hadden destijds is dat jij naar een, dat als je wilt strak worden en je vetpercentage verlagen en rond een percentage uitkomen waarop je buikspieren lichtelijk zichtbaar zijn. Ja. Dat hadden wij met elkaar besproken. Nou, dan zou je doel rond de 20% moeten liggen. Bij de meeste vrouwen beginnen de buikspieren rond de 20% te komen. Dan zit je zelf op dit moment dus ongeveer op 26,5. Dat betekent dus dat je dus ongeveer 6,5% eraf moet. Nou zou, nou zou ongeveer dus de bovengrens zijn 3% per maand. Maar dat is echt de absolute bovengrens. Dat wil niet per se zeggen dat het ook dat daadwerkelijk haalbaar is. Altijd. Nee. Hè, 3% dat is zeg maar wanneer je training 100% mee zit. Je voeding zit 100% mee, je hebt weinig stress in je leven, je slaapt heel goed. Eigenlijk alles, zeg maar, je hele leven is zo goed, zodanig ingedeeld dat zeg maar, dit allemaal geoptimaliseerd kan worden. Dan zou ik zeggen, ja, dan is 3% haalbaar. Maar bijna bij niemand is dat zeg maar, natuurlijk het geval. Er gebeurt al wel iets in je leven of zo. Hè? Dat je een keertje een nachtje niet goed slaapt of whatever, je gaat een keertje uit eten, je eet een keertje te veel. Of je slaat een paar trainingen over enzovoort. Weet je, dat, ja. Weet je, dus om te denken dat je elke maand 3% eraf zou schrapen, dat is niet zo realistisch. Daarom denk ik dat het realistischer is om te zeggen dat je ongeveer 2% per maand eraf kan schrapen. Nou, jullie hebben het gehoord. 26, 27% body fat nog. Dat is echt veel, dit randjes. Ik denk nog wel dat ik 23% had en dan vond ik nog te veel. Maar ja, working on it. En de verwachting is nu dat ik weer ongeveer 2 kilo kwijt kan raken deze maand. Dus daar gaan we voor. Ik ga gewoon door met sporten. Me aan het eetschema houden. En ja, ik denk ook dat ik zijn app ga kopen. Want die berekent eigenlijk al voor mij uit. Alle omrekeningen als je wat anders wil, zeg maar. En dan hoef je, ja, dan kan je gewoon kiezen wat je dan wil nemen. Want hij overschrijdt niet, zeg maar, de calorieën, koolhydraten en vet die jij op dat moment mag. Dus dat lijkt me wel prettig. Ja, ook wel interessant wat hij vertelde over die watervariabelen. Ja, hij gaf wel duidelijk aan dat het gewoon niet accuraat is als je elke dag op de weegschaal gaat staan. En dat het altijd een ongeveer is, omdat je gewoon heel erg te maken hebt met watervariabelen. Omdat je lichaam eigenlijk alles bestrijdt met water. En dus ook al zou je een heel klein virusje hebben opgelopen waar je niet eens last van hebt, wil niet betekenen dat je lichaam er niet mee bezig is. En dus vocht vasthoudt. Ben je ongesteld, hou je vocht vast. En dat kan natuurlijk per dag heel erg verschillen. Ook als je wat meer zout hebt gegeten dan. Dus ja, niet blind staren op de weegschaal in ieder geval. En we hebben een nieuwe afspraak gemaakt. En dan kunnen we opnieuw meten wat het vetpercentage is. En dan kunnen we ook daaraan zien wat we dan aan spier bij zijn. Dus we gaan gewoon vrolijk door. Nou, met al ben je gewoon hartstikke goed bezig. Ja. Ik ben even afgevallen. Ik ben niet aangekomen. Ook niet stabiel gebleven. Ik ben afgevallen. En dat is het doel. En je bent gezond aan het afvallen. Echt gezond aan het afvallen. Chris die eet in 2 maanden als je ermee stopt. Nee, precies. Dat je alles weer eraan... Terug jojoot inderdaad. Ja. Dus... Ja, en hij verwacht eigenlijk dat ik nog wel 2 maanden nodig heb ongeveer om, om aan die variabelen te komen. Ja. Of aan die vetpercentage te komen wat ik wil. Slowly but steady. Slowly but steady. Hallo iedereen, het is vandaag dag 75 van mijn afvaltrainingproces. Ik heb nu al even een half uurtje training gedaan. Ik heb gisteren en eergisteren een andere leuke dansworkout gevonden van een uur. Waar je toch iets van tussen de 500 en 900 calorieën mee verbrandt. Het ligt er natuurlijk aan of je een modified version doet of niet. Nou, dat heb ik in ieder geval niet gedaan. Ik zweet hem ook helemaal kapot. Maar ja, ik vind het persoonlijk wel leuker dan gewoon een beetje aan gewicht te trekken. En je doet toch training van je lichaam. benen, armen, buik ook vooral. En cardio tegelijkertijd. Je zult het wel zien. Ik zweet me weer helemaal kapot. Het is dus dag 75. Ik heb nu gekozen om weer even die van een half uur te doen. Want we gaan dadelijk wat leuks doen. Want ik ben namelijk maandag jarig en dan word ik 30. Dus ze heeft jullie even wat leuks geregeld. We gaan eerst even naar de verjaardag van mijn neefje Daily. Die wordt 5. Die is namelijk geboren op mijn geboortedag. En dus dan hebben we niet zoveel tijd. Dus ik dacht, nou, we zijn redelijk voor ons vroeg opgestaan. En ik denk gelijk, huppakee, training doen. Ik heb nog niet gegeten. Ik heb alleen een beetje water gedronken. En we gaan eens even kijken hoeveel ik nu weeg. Ik vond het een goed idee om me even te wegen na de training. Want het is me opgevallen dat inderdaad, wat Ruben al zei, water gewoon echt wel even wat kilo's kan zijn. Althans, tot nu toe is het telkens iets van een halve kilo geweest. Dan ging ik erop staan. Dan was ik bij wijze van 66,8. Had ik getraind. Ging ik er weer op staan. Was het 66,1. Dus het scheelt echt onwijs. En hij doet ook altijd standaard al 0,6 kilo eraf halen. Nou, ik ga even mijn schoenen en alles uittrekken. En dan gaan we eens kijken wat ik op dit moment weeg. Oké, moment van de waarheid. Ik kom dus van 70,6. Althans, ik kom van veel hoger natuurlijk. Maar toen ben ik echt begonnen. Het is echt de klop omgegaan. 70,6. Dag 75 vandaag. Gaan we eens even kijken hoeveel ik op dit moment weeg. Ik ga de camera aan Sergio geven. Want dat geeft natuurlijk ook nog wat gewicht. De camera. Ja. Oké. Nou, ik ga het zowel hier doen als op de gang. Zodat we het zeker weten. Oké. Hoeveel is het? We zien het niet, we zien het nu. Nou is hij uit. 65 nog wat was het? Volgens mij was 65,9. Oh my god, dat is echt heel weinig. We hebben weer zo weinig afgevallen, Poepie. Oh. Ik zit wel in de 65, dat is wel mooi. Ik wou het zeggen. Serieus. Ga eens opstaan. De laatste keer woog ik 66,1, dus dan ben ik maar 0,2 meer afgevallen. Ik word er niet goed van. 65,9. Niet alleen focus op het gewicht. Maar 65,9 stond er ook weer hier. Dat is super goed. Dus in ieder geval, er is weer wat vanaf. Goed bezig, Poep. Je bent spieren aan het kweken, dus je kan niet alleen maar gewoon focussen op kilo's kwijtraken. Nee, je ziet er gewoon super smoking hot uit. Zie je dat? Ja. Je weet het ook wel, maar toch het enige wat wij kunnen doen is zeg maar kijken naar de weegschaal. Ja, en dan, ik snap het. Wauw, kijk staan dan. Wauw. Kijk, oh, blijf staan. Laat me nou niet lachen. Laat me niet lachen. Het is nog steeds 30 graden buiten, maar dat maakt niet uit. Wij gaan sporten. Het is weer nodig. Terwijl dat René eventjes de rekoefeningen doet, dacht ik, ik ga ze uitpakken. Ik heb een cadeautje gehad van Sumio. En jij was niet eens jarig. En ik was niet eens jarig, kun je nagaan. Het is een sportarmband. En die kan ik dus mijn telefoon erin doen. En zo tijdens het trappenlopen zo meteen met een gerust hart een muziekje opzetten. Ik zit een beetje laag in mijn energie, merk ik. Ik heb hier een armband voor mijn telefoon. En ik heb mijn Apple Watch en die kan ik met sporten op traplopen zetten. Dus dan kunnen we eens kijken hoeveel we er nou daadwerkelijk mee ja, dat is wel echt super kicken. Ja. Ik ben benieuwd. Dat kan iets niet. Ik ga er maar even vanuit dat deze beter werkt dan de andere. Ja. Ik ga de sportarmband aandoen. Kijk. Hij zit. Oké, dat kan niet te lang, want anders krijgen we weer een strijk. Dus ronde 1. Let's go. Ja, we zijn weer bijna boven. Oh, valt niet mee met 30 graden. Maar gelijk zo droog in je bek. Maar ik voel de kilo's eraf vliegen gewoon bij dit weer. Hartslag van 153. 153. Is dat normaal? Touch me like you never touch somebody before. Oeh. Ja, gaan we naar beneden? Oké. Okay. Ja, we hebben nog geen 3 minuten over gedaan, maar hoog gedaan. Oké. Okay. En goedenavond, het is vandaag 27 juli. En ik dacht, ik geef jullie maar even een update. Zoals jullie kunnen zien, zweet ik me kapot. Mijn foundation is er ook af aan het zweten en het zit nu in mijn oog. Oh. Ja, de training zit er bijna op. Ik denk dat ik dit door ga laten lopen tot voordat we op vakantie gaan. En om dan de eindstand door te geven, in ieder geval voor dat moment. Want er zit natuurlijk, het zit er natuurlijk wel in dat we op vakantie weer wat aan gaan komen. Maar ik vind dat dan een mooi moment. Ik heb me nu weer kapot gezweet. De laatste sessie van vetmeting is ook geweest. En nou, dat ging inderdaad de goede kant op. We zijn er nog niet. Maar ik moet zeggen dat ik toch al vrij tevreden ben over wat ik bereikt heb in deze tijd. Voor zelf mag het altijd sneller gaan. Maar vooral in het begin vond ik dat frustrerend. Omdat je dan gewoon heel snel resultaat wil zien. Maar nu ik dat ook een beetje begin te zien, heb ik er alweer meer vrede mee. Dat het gewoon wat gestager gaat. Wat natuurlijk ook eigenlijk wat gezonder is. Wij gaan 9 augustus op vakantie. Dus iets daarvoor. Dus ik heb nog 2 weken ongeveer om mijn stinkende best te doen. En dan ga ik jullie natuurlijk het eindresultaat laten horen en zien. Een hele goede morgen. Het is vandaag 8 augustus. En het is een hele gekke, bizarre tijd. We zijn bezig om ons huis te verkopen. Dus ja, we zijn ook van alles al proberen een beetje weg te doen. We zitten in de coronatijd. We gaan morgen op vakantie. En het is de laatste dag van de Body Challenge vlog. Ik heb een hele tijd jullie meegenomen in mijn afvalrace na mijn zwangerschap. Eigenlijk begon deze al in juli 2019, ongeveer 19 weken na mijn zwangerschap. Via Stonfit. Misschien kennen jullie de vlog nog wel. Afgebeeld door mijn ex. En daar begon ik met 73,8 kilo. Holy moly. Ik ben 1,67. Dus dat was gewoon veel te zwaar. En nou, dat heb ik dus een tijdje gedaan. Dat heeft me op gang geholpen. En op een gegeven moment dacht ik van oké. Ik ga het gewoon weer oppakken. En ja, ik moet gewoon weer even een voedingsschema, trainingsschema, etc. Nou, dat heb ik gedaan. Trainingsschema gehad. Een app gekocht waarin ik dus ook me wat strakker aan de voeding kan houden. En dat het gewoon voor mij wordt uitgerekend wat ik mag eten. Ja, de trainingsschema's, daar had ik niet zo heel erg veel aan in mijn geval. Omdat de sportscholen dicht waren vanwege corona. Dus alles werd aangepast. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb YouTube erbij gehaald, onze vriend. En heb ik allemaal filmpjes erbij gehaald die voor mij werkten. Zodat ik lekker kon dansen. En toch afviel. En ja, vandaag is de grote dag, want morgen gaan we op vakantie. Eigenlijk is de vakantie voor ons al een beetje begonnen. Dus ik heb helaas al een beetje gecheat met wat pizza's en zo. Maar we gaan kijken wat eindresultaat is. Ik heb wel een jurk aan. Nou weet ik niet of ik het kan laten zien met de camera in mijn hand. Want dat zijn natuurlijk ook wel weer, is ook weer gewicht. Ik ga hem even neerleggen. Wauw. Oh, hij laat nou weer zien hoeveel ik vanaf de vorige keer kwijt ben geraakt. Maar hij heeft dus ook een schemaatje. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Dan zie je dus dat die curve... Oh, hij is al weg. Dat die curve naar beneden ging. En wat stond erop? Mijn gewicht is... 63,4! Ah. Dat betekent dat ik vanaf eigenlijk de allereerste keer dat ik er aan begonnen ben en wat ik ben gaan doen, dan ben ik gewoon 10,4 kilo kwijt. In een jaar. Holy shit. 10,4 kilo in een jaar. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik nog steeds er nog wat van af wil hebben. Maar wat ik wel gemerkt heb is dat als ik train, dat sowieso mijn buik wat strakker wordt. En daar gaat het om. Het gaat erom, wat zie je in de spiegel en ben je daar blij mee. En niet zo vastklammen aan het gewicht. Dat heb ik wel ook gezien. Ik heb wel echt wat strukkels gehad in deze tijd. Dat je echt denkt, waarom gaat het nou niet? En wat gebeurt er? En frustratie en blijdschap en frustratie. Maar met het eindresultaat ben ik toch wel eigenlijk heel erg blij. En ik ga gewoon nu genieten tijdens mijn vakantie. En dan pak ik het daarna weer op. En dan hoop ik de laatste paar kilootjes, misschien nog 3 kilo eraf of zo. Ja, even kijken hoe dat staat en hoe het gaat. En, maar ik ben hier blij mee. Ik ben even kijken. Het was de allereerste keer, dus was het... even kijken hoor. Ja, de allereerste keer was het 73,8. Oeh, ik ben een beetje overbelicht. En toen ik weer van start ben gegaan, woog ik 70,6. En dat was 6 april. Dus van 6 april tot 8 augustus, dat is 124 dagen, ben ik 7,1 kilo kwijt. En eigenlijk dus in een jaar dat ik eigenlijk begonnen was, toen op een gegeven moment weer gestopt na een tijd. Want nou ja, je weet het wel, juli, nou, ik heb de tijd volgehouden, maar daarna pas in april weer. 10,3 kilo. Dus die ga ik aanhouden, want ja, dat is nou eenmaal hoeveel het echt is geweest. En ik ben hier blij mee. Vonden jullie dit een toffe vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat even een comment achter. Want ik zie natuurlijk heel graag jullie reacties. En dan zie ik jullie ook heel graag bij de volgende vlog. Mwah!